Dit zijn de drie redenen waarom het mensen niet lukt om een goede voornemens te bereiken in januari, of er nou afval is, of wat een goede voornemens ook zijn. Mijn naam is Jesse van der Velden en ik ben auteur van twee nummer één bestsellerboeken boeken over voeding en over gezondheid. En in de laatste 15 jaar dat ik mensen help als personal trainer, als persoonlijke coach en met mijn boeken en met onze online coachingprogramma's, heb ik iedere keer weer gezien dat mensen falen in het bereiken van hun doelstellingen. Om dezelfde redenen en de nummer 1 reden is omdat ze starten met een mindset van maandag ga ik beginnen of op 2 januari ga ik beginnen en dan zet ik het roer om. Het roer gaat om, de knop gaat om en nu ga ik er helemaal voor. Ze starten met een mindset van: nu kan ik nog eventjes genieten. Nu kan ik nog eventjes eten wat ik wil. En daarna ga ik het roer in één keer omgooien. En de reden waarom dat geen goede mindset is, is omdat dat impliceert, dat beginmoment van start op 2 januari of start op maandag, impliceert ook dat er, dat er een einddatum is. Het impliceert dat het geen levensstijlkeuzes zijn die gebaseerd zijn op waarden van waarde hechten aan je gezondheid en dat wat jouw structurele gewoontes zijn voor jouw voedingspatroon, de keuzes die je maakt in wat je eet, de keuzes in hoe je leeft en wat voor beweging je doet. Mensen die zijn vaak bang om hun vrijheid te verliezen. Ze willen dat gevoel dat ze vrij zijn. Dat ze gewoon kunnen eten wat ze willen. Je wilt gewoon lekker een avondje uitgaan en je niet bezig hoeven zijn met wat je wel en niet mag eten. En om die reden stoppen mensen ook altijd weer met het volgen van een dieet. Immers. Nu ga ik er eventjes helemaal voor en nu ben ik er klaar mee. Dat moment dat je er klaar mee bent, dat komt gegarandeerd. En dan zeggen we tegen onszelf, nu weer eventjes gewoon eten. Ik wil eventjes niet meer bezig zijn met eten. Ik wil gewoon kunnen eten waar ik zin in heb. We willen als mensen die vrijheid kunnen ervaren. En de enige manier om structureel het lichaam te hebben wat je wilt, is om die vrijheid altijd te ervaren. Mensen die vragen vaak aan mij, of ik moet eerlijk zeggen, vroegen vaak aan mij, want tegenwoordig zijn ze gewend hoe ik eet en hoe ik leef, et cetera. Maar ze vroegen maar aan, vaak aan mij, mag je dat dan nog wel eten? En eet jij dat dan ook? En mijn antwoord werd op een gegeven moment, ik eet alles wat ik wil. En dan keken ze me vervolgens aan, hoezo? En vervolgens zei ik, er is heel veel wat ik niet meer wil. Er zijn heel veel voedingsmiddelen die ik oprecht liever laat staan dan dat ik de vervuiling in mijn lichaam feitelijk wens. Op een gegeven moment als je je bewust wordt hoeveel schade, suiker, te veel granen, bewerkte voedingsmiddelen, alcohol, net als roken, etc. Etcetera, etcetera, aanbrengt aan je lichaam, aan de kwaliteit van je leven, aan de kwaliteit van je huid, aan je hormonale balans, aan je gewichtstoename aan hoe snel je veroudert aan je immuunsysteem etcetera etc dan kom je op het punt dat je zegt ik laat dit liever staan dan dat ik het eet. En het zijn die waarden waar jouw levensstijl op is gebaseerd. De enige vraag die je hoeft te stellen is hecht ik meer waarde aan dit op dit moment te eten of aan mijn lange termijn gezondheid of mijn lange termijn lichaam. En op het moment dat je iets hebt gegeten en je voelt je schuldig achteraf, dan is dat voor jou een nieuwe gelegenheid om je waarden te herinneren. Namelijk blijkbaar hecht ik toch minder waarde aan het eten hiervan en hecht ik meer waarde aan hoe ik me voel op lange termijn en mijn gezondheid op lange termijn en mijn lijf op lange termijn. En het volgende moment dat je op het punt staat om zoiets weer te eten, dan moet je je afvragen: stop. Even het moment herinneren hoe het was de vorige keer dat je dit at. Waar hecht ik waarde aan? Aan de korte termijn bevrediging van het plezier van dit te eten. Of hecht ik meer waarde aan het lange termijn plezier van het niet te hebben gegeten? Het besef, ik ben in controle over mijn gezondheid, ik ben in controle over mijn lijf. En ik hecht waarde aan mijn lijf. En ik ontwikkel een levensstijl die me permanent het lichaam geeft en de gezondheid die ik graag wil. En dat is de sleutel. Dus het is de focus op waarde, de focus op de levensstijl die je permanent dat lichaam geeft wat je wilt. Reden nummer 2 waarom mensen falen, is omdat ze veel te streng zijn voor zichzelf. En ze oordelen over zichzelf op het moment dat ze een keertje buiten de bocht gaan. Dat ze een keertje iets eten wat niet past binnen het dieet. Voor veel mensen is over zichzelf oordelen en streng zijn voor zichzelf een middel om controle te nemen. Namelijk als je een keertje iets verkeerd hebt gegeten. Te zeggen, dat moet ik echt niet meer doen, wat ben ik ook een sukkel, et cetera, et cetera. Zo streng voor jezelf te zijn in de hoop dat als je maar streng genoeg bent, als je daar maar genoeg controle over neemt, dat je het de volgende keer niet zult doen. En denk er zo over na, wanneer je een kind afstraft voor iets, is dat de manier om hem of haar iets te leren? Of neemt de interesse om iets de volgende keer nog een keer te doen juist alleen maar toe? En als ouders weten we van onze kinderen dat alleen maar streng zijn en boos zijn over de dingen die niet mogen, niet de weg is om ze dingen te leren. Het gaat veel meer over iets te begrijpen waarom iets wel of niet mag. Streng zijn voor jezelf is afstraffen van jezelf. En dat is niet waar het leven om draait. Het leven draait veel meer om de acceptatie. Acceptatie dat, oké, okay, ik heb dit nu een keer gegeten. Oké, okay, dat is oké, okay. ik ga daar niet aan dood. Ik ben heus niet in één keer 4 kilo zwaarder door dit te hebben gegeten. En ik zeg, dankjewel voor de les. Ik accepteer dat dit is gebeurd. Ik zeg, dankjewel voor het inzicht. Dankjewel dat ik opnieuw weer beter ben geworden in het begrijpen van wat mijn waarden eigenlijk echt zijn terugrefereren naar punt 1. Zodat je een nieuwer, sterker fundament creëert van het kennen van je waarden. Je leeft in die acceptatie met je eigen lichaam en dankbaarheid voor je eigen lichaam, want dat is zo fundamenteel voor gezondheid op lange termijn. En je hebt vanuit daar dat fundament om vanuit daar nieuwe keuzes te maken, te snappen wat je echte waarden zijn, dat fundament sterker te leggen op lange termijn. En de derde en laatste reden waarom mensen falen in het bereiken van hun doelstellingen, bijvoorbeeld in gewichtsverlies, of falen in het bereiken van een goede voornemens in januari, is omdat ze veel te veel gefocust zijn op het eindresultaat wat ze willen in plaats van het ontwikkelen van de nieuwe gewoonte. We zijn veel te veel gefocust op het eindresultaat. En we focussen ook nog eens een keer op de, op de verkeerde meetmethode, namelijk de weegschaal, die ouderwetse weegschaal. We gaan erop staan, we kijken wat ons gewicht is. We denken in de eerste drie, vier dagen: yes, ik ben een kilo afgevallen en we zijn gemotiveerd. En vervolgens komen we een keertje weer aan en balen we en denken we dat we het niet goed doen. En zijn we weer streng voor onszelf, et cetera, et cetera. Terwijl het gewicht de slechtste maatstaf is van je gezondheid. Ga maar naar, waar zegt het iets over? Als ik 2 liter water drink en ik ga op de weegschaal staan, dan ben ik vervolgens 2 kilo zwaarder. En als ik een avond naar de sauna ben geweest en ik heb meer vocht verloren dan ik heb gedronken, dan ben ik 2 kilo lichter. De weegschaal zegt. Helemaal niets over je gezondheid. Het zegt niets over de kwaliteit van je darmflora. Het zegt niks over de kwaliteit van je immuunsysteem. Het zegt niks over welke koers ben je aan het bewandelen met je gezondheid. Ben je, is je gezondheid beter aan het worden of is je gezondheid achteruit aan het gaan? Het zegt niks over het effect van training op langere termijn. De weegschaal zegt helemaal niks over je gezondheid en je moet dat ding oprecht de deur uit doen. Maar daarnaast, als je al een betere maatstaf zou hebben, bijvoorbeeld, je kijkt misschien naar of je broeken weer passen. Of misschien ben je wel in staat om je vetpercentage te meten. Wat al een iets betere maatstaf is, maar wat ook lang niet alles zegt. Als je al een betere maatstaf zou hebben, wat veel minder belangrijk is dan het resultaat dat je bereikt in de eerste weken, is, zijn de gewoonten die je aan het ontwikkelen bent. Want wat jou op lange termijn slank maakt, wat jou op lange termijn de gezondheid geeft die je wilt, is de gewoonte van twee of drie keer per week iets van beweging en sport doen. Het is de gewoonte die op lange termijn dat resultaat geeft. Het is de gewoonte van het juiste ontbijt eten, het juiste lunch eten, het hebben van de ideeën en de skills om de juiste recepten te maken. Weten welke ingrediënten zijn juist, hoe kan ik ze lekker combineren, weten wat te maken. En dus een nieuw type chef te worden in de keuken die kan koken met de juiste ingrediënten. Die eigenschap te ontwikkelen, dat is wat jou op lange termijn gezond maakt en wat je op lange termijn het lichaam geeft dat je wilt. Daarom moet je focus niet zijn op het resultaat. En helemaal niet in de eerste weken. Je focus moet zijn op welke gewoonten dien ik te ontwikkelen. Hoe kan ik beter leren. ...de juiste gerechten te maken. Hoe kan ik leren gezond brood te bakken voor mezelf en mijn kinderen... ...gezonde pannenkoeken, gezonde muffins en andere dingen die ik in de koelkast kan bewaren... En wanneer, ...en wanneer ik trek heb, kan ik dat eten en ik weet dat het goed voor me is... ...en ik weet dat ik er niet van aankom. Hoe kan ik de gewoonte ontwikkelen om andere, de juiste gerechten te maken... Hoe kan ik betere gewoonten te ontwikkelen en integreren in mijn leven? Van 's ochtends misschien wel te wandelen of 's middags te wandelen en misschien wel andere vormen van training te doen. Het bewegen weer meer op te pakken. De gewoonte van meer water drinken levert je zoveel meer op. De gewoonte van beter slapen. De gewoonte van beter met je stress omgaan, et cetera, et cetera. Al die gewoonten maken samen je lichaam en je gezondheid. Dus dat is waar je focus zou moeten liggen. Waar ik je nu toe uitnodig, is om een moment van stilte te nemen, misschien wel met een notitieboekje, en bij jezelf na te gaan: wat zijn de grootste lessen die ik hieruit heb geleerd? Welke zijn relevant voor mijn leven? En welke beslissingen wil ik nemen na het kijken van deze video? Want wanneer je alleen maar deze informatie tot je hebt genomen, dan is het heel erg beperkt. Wanneer je beslissingen neemt, wanneer je gaat evalueren wat je hebt geleerd en nieuwe beslissingen neemt voor jouw leven, dan kan je een grote stap gaan zetten. En vervolgens, op wanneer het moment daartoe is, wanneer je voor een van die keuzes staat: moet ik dit doen of moet ik dat doen? Beslis op de juiste manier. Oordeel niet als je het een keertje nog verkeerd doet. Zeg dankjewel voor de les, accepteer wat er gebeurt. En maak een nieuwe beslissing. Want je kunt op ieder moment in je leven kan je een nieuwe beslissing maken. Want we maken constant beslissingen in ons leven. En wanneer we dat zien, wanneer we beseffen dat we op ieder moment een nieuwe beslissing kunnen maken. dan verander je je leven. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je me wilt volgen op Facebook, op YouTube. Volg me op mijn kanaal voor meer advies en inhoudelijke tips over voeding en gezondheid. En ik hoop je snel terug te zien. Tot dan.